Mijn naam is Pieter De Prijker, ik ben werkzaam bij Yara als sales agronomist. Ik ga jullie in deze presentatie wat vertellen over de Yara Bela sulfanboor. Dat is ons nieuwste product in de ammonium nitraatfamilie. familie. Er dus, uh, zijn heel wat voordelen aan verbonden, dus dat uh, gaan we ontdekken in deze presentatie. Uh, wat zit er in de sulfanboor? Dus, uh, zwavel zit erin, gaan we bespreken. Wat zijn de voordelen? Wat is het belang van zwavel in je bemesting? Uh, boor uiteraard. Wat is de beschikbaarheid van boor in de bodem? Wat zijn de effecten die we kunnen verwachten als er een tekort is aan boor? En in welke teelten zien we de meeste toepassingsmogelijkheden voor het product? Dus de suif van boor is zoals een klassieke kas opgebouwd uit ammoniumnitraat. Dus er zit 24% stikstof in, ongeveer de helft onder de vorm van een onmiddellijk plantopneembare vorm, dus nitraat. En uh, dan de andere 12,5% onder ammoniumstikstofvorm. Dus ammoniumstikstof is niet vlot plantopneembaar. Dus het spaarpotje qua stikstof in dit product dus moet eerst omgezet worden naar uh, nitraat, vooraleer het uh, plantopneembaar is. Het zit ook qua zwavel in. Dat is heel belangrijk. Dus uh, zwavel gaat gewoon zorgen voor een hoger stikstofefficiëntie, Ook voor een uh, betere eiwitgehalte. Er zit ook wat, wat calcium in, wat positief is voor, uh, voor pH, voor de zuurtegraad van de bodem. En uiteraard boor, aan een heel klein percentage. Daarom noemen we het ook een sporenelement of een micronutriënt. Maar toch is het heel belangrijk om het uh, in het uh, product te hebben. Dus de teelten die boorgevoelig zijn: zijn koolgewassen, koolzaad, suikerbieten, maïs. Zonnebloemen heb ik er ook bij gezet in dit plaatje. Ik weet, in het zuiden van België zijn ze al een heel klein beetje aan het experimenteren met zonnebloementeelt. Dus uh, wie weet, als we binnen uh, tien jaar de, deze, deze video nog eens terug bekijken, is het misschien wel uh, relevant voor zonnebloem. Uh, dit is een afbeelding van koolzaad, waar je eigenlijk ziet dat een, uh, een deel van deze koolzaadteelt uh, een zwavelgebrek heeft. Dus. Dit heeft vooral te maken met de stikstof die niet efficiënt kan opgenomen worden. Dus stikstof wordt efficiënter opgenomen als er voldoende zwavel aanwezig is. Daarom is het heel, heel belangrijk om in je bemessingsplan voldoende aandacht voor, uh, voor zwavel te hebben. Hè? Waarom is zwavel belangrijk stikstofefficiëntie verhogen? Dus met een tekort aan zwavel heb je gewoon geen vlotte stikstof-efficiëntie. Er mag nog voldoende stikstof aanwezig zijn, toch gaat die niet uh, optimaal kunnen opgenomen worden. Ook voor de kwaliteit van je gewas is het belangrijk. Hè. Denk maar aan de teelt van, uh, van maïs voor de vorming van je eiwitten, koolzaad voor uh, voldoende olieconcentratie. Als uh, dus we even gaan kijken op vlak van zwavel, vroeger kregen we zwavel. Gratis uit de lucht. Twintig uh, jaar geleden spraken we over de zure regen. Toen viel er ongeveer 50 kg zwavel per hectare. Gratis uit de lucht. Toevallig was dat ook de behoefte van de meeste van onze teelten. Uh, enkel koolzaad zit nog wel een stukje hoger qua behoefte, zit eerder richting de 80, 90 kilo. Uh, vandaag de dag zal het nog hoog 5 kg zijn per, uh, per hectare, die we vanuit uh, de lucht uh, via de regen uh, ontvangen. Um, wat is ook, hoe komt twaalf ook nog in de bodem? Dus via vertering van organisch materiaal. Um, hoe verteert organisch materiaal in de bodem? Als er vocht aanwezig is, maar is er ook temperatuur aanwezig. Uh, de temperatuur moet ook hoog genoeg zijn. Dus we zien dat bodems die vlak uit de winter komen, vroeg voorjaar, eind februari, begin maart, de gewassen beginnen stilaan tot leven te komen. Maar de bodemtemperatuur die is nog heel laag. Dus dan is er vaak een tekort aan, uh, aan zwavel. Dus op die momenten is het belangrijk om voldoende zwavel uh, aan te reiken. Maar bijvoorbeeld een, een koolzaadteelt, uh, je ziet uh, in dit plaatje de, de blauwe lijn, is eigenlijk de behoefte van de koolzaadteelt uh, op vlak van zwavel. En de bruine lijn is de aanreiking van zwavel vanuit de bodem door vertering van organisch materiaal. Dus daar zie je dat uiteraard als je gewas gaat groeien, dat je zwavelbehoefte ook gaat, uh, gaat stijgen. Maar... Dat de aanreiking vanuit de bodem vaak niet voldoende is. Dus belangrijk om in je bemestingsplan zeker aandacht voor zwavel te hebben. Dit is een uh, interessant voorbeeld uh, waar er in het midden geen bemesting gebeurd is. Uh, links is het bemest met de klassieke kas, eh, ammoniumnitraat. Rechts heeft dezelfde hoeveelheid stikstof ontvangen, maar met zwavel erbij. Daar zie je echt duidelijk een, een voordeel. Dankzij de zwavel heb je een groenere kleur, heb je ook een net iets uh, beter ontwikkeld gewas. Dus het uh, zijn toch wel mooie plaatjes die het belang van, uh, van die zwavel toch wel, uh, toch wel mooi aanduiden. De rol van boor. Hè. Dus in de zuur van boor zit natuurlijk ook uh, de boor, dus die moet zeker ook uh, besproken worden. Uh, wat is belangrijk? Wat doet boor nu in de plant? Dus uh, boor gaat zorgen voor productie van RNA, DNA van de plant, aanmaak van plantenhormonen. Transport van suikers in je planten. Ook calciumtransport gaat uh, verbeterd worden. Dus calcium is een heel lastig element in je plant om vlot uh, getransporteerd te raken. Voldoende boor gaat dat toch mee gaan uh, ondersteunen. En uiteraard ook uh, de vruchtbaarheid gaan, uh, gaan verbeteren. Dus naar bloem- enne en vruchtzetting. Uh, boorgebrek, waar ga je het zien? In de jongste bladeren. Dus boor gaat niet vanuit de oudste bladeren naar de jongste bladeren getransporteerd worden. Het gaat in de, jongste bladeren blijven, uh, in de oudste bladeren blijven. Sorry. Dus als er een gebrek is, ga je het altijd gaan zien uh, in de jongste bladeren. Kan je bijvoorbeeld uh, bruine afgestorven uh, groeipunten hebben? Hoe, kom het? Hoe komt dat? Omdat de suikers niet uh, vlot uh, tot aan de groeipunten uh, getransporteerd geraken. En vandaar dat er een tekort is aan heel wat suikersvoedingselementen. En dan ga je die uh, necrose gaan krijgen aan de, aan de groeipunten. Welke omstandigheden gaan de opname van boor voor uw gewas gaan, gaan bemoeilijken? Uh, uiteraard de pH, zoals bij heel veel elementen. Uh, is de pH te hoog, boven de 7,5, gaat boor zich gaan, uh, gaan hechten of, of complexe gaan maken met de ijzer en aluminium? Is de pH te laag, spreken we van beneden de 5,5, gaat je boor gaan verliezen, gaat er uh, vrij veel uitspoeling gaan uh, optreden? Uiteraard is er ook een sneller gebrek aan boor bij droge omstandigheden en bij lage temperaturen. Lichte gronden, denk maar aan zandgronden, zijn extra boorgevoelig omdat de boor ook minder makkelijk gaat binden aan de bodem. Wat zijn de effecten van boorgebrek? Zoals ik net verteld heb, groeipunten sterven af, raken misvormd. Een heel bekend voorbeeld in de praktijk is hartrot bij suikerbieten, bij koolgewassen, slechte zaadzetting, boor is belangrijk voor vruchtbaarheid, slechte korrelzetting bij maïs, slechte afrijping. Dus heel wat problemen kunnen voorkomen worden als je voldoende boor in je gewas hebt. Dus wat hebben de boorgevoelige gewassen gemiddeld nodig? Dus waar we bij zien dat koolzaad en de koolgewassen eigenlijk de hoogste behoefte hebben gaat tot 500 à 600 gram per hectare. Uh, suikerbieten zijn ook uh, heel boorgevoelig en uh, maïs en zonnebloemen uh, zitten daar natuurlijk ook bij. Dus heb zeker ook aandacht voor je boorgehalte die al in de bodem zit. Neem grondanalyses, ken je boorinhoud en vul het eventueel nog aan uh, met uh, meststoffen, uh, zoals de dus yara van boor. Dus hoe gaan we het gaan toepassen? Dus uh, bij mais kan het gewoon uh, als klassieke rijbemessing meegegeven worden aan 100 tot 200 kilogram per hectare. Uh, bij suikerbiet een combinatie. Kan je een deel gaan doseren bij het zaaien en dan uh, een deel uh, vanaf het vierde blad. Bij koolzaad is het ook een mix op, uh, op twee verschillende momenten, twee fractioneringen. Bij koolgewassen inderdaad voor het planten en dan uh, na het planten kan je een toepassing doen. En bij zonnebloemen is het ook een uh, combinatie met het, uh, met het zaaien. Uh, nog even specifiek over uh, rijbemessing in maïs. Dus voor maïs hebben wij van jaren in principe de Jara Mila Maïs Pro uh, als aanbeveling. Dat is een 23 stikstof fosfaat, maar er zijn heel wat uh, regio's in België en Nederland waar je op vlak van wetgeving geen extra fosfaat via de kunstmest uh, kan meegeven, dan is de Yara Van Boor wel een, uh, een mooie oplossing. Maar heb je nog ruimte in je bemessingsplan om fosfaat mee te geven, merken we toch dat het net nog iets, uh, iets vlotter zal gaan met uh, de Yara Milamais Pro. Dus dit was mijn verhaal. Ik wens jullie veel succes met de teelt.